echt bang voor mijn reet. Welkom bij weer een nieuwe video op Club Prostitutes. Ik ben Jochen en ik ben vandaag samen met... Robin. Leonie. Waar is Milko? Milko! Drinken. En Milko. Jongens, waar zien jullie de moe uit? Ik niet. Ja, jawel. Jongens, waar zijn we? Jumpstel Drachten. Waar zijn we? Jumpstel Drachten. Nee. Ja. Jumpstel Drachten. 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 Hoe zeg je Drachten op z'n Fries? Drachten. Oh, Drachten is gewoon Drachten. Robin, wat ga je doen? Voel in. Voel in. Om wakker te worden. Nee, ik heb net al een beetje warm geworden. Mag je normaal dubbels hier? Huh? Mag je ja, Oké, luister even. Misschien doen wij tricks die normaal niet mogen. We hebben toestemming gekregen. Dus kom je hier, hou je gewoon weer aan de regels. Hé, hey, knolpouw, je gaat dit niet nadoen, hè? Nee. Komt hij op de drop? Op de drop? Nee. Ik zei toen dat hij er af en toe wel eens afvliegt. Zie je dat? Dat was een mooie combo, hè? Ja, alleen niet op de drop. Nee. Dat is dan weer jammer. We zijn alleen Milko nog steeds kwijt. Robin, wat ga je doen? Op je buik. Wat? Op je buik. Even zijn zaakje goed doen. Netjes. Hey, daar is ie. Hey. Milko, waar was je, jongen? We hebben al een intro, halve video gemaakt. Ik moet even koffie drinken, want het is goed. Maar jij hebt nog niet ingesprongen, hè, Milko? Hij beweegt zo elegant. Ja. Wow. Maar ze hebben hier nog iets, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ze hebben een high performance trampoline, maar dan vrij klein. Nee, dat zei ik niet, dat zal ik nooit zeggen. En we kisten wel. Pak even die kleine. Kun jij er ook iets op? Ja hoor. Schok je, Riet? Ja, ik kom bijna met zijn hoofd onder die rand. We gaan even een klein rondje doen. Oh, Robin is nog niet klaar. Wat gaan we als eerste doen? Gaan we gewoon zo'n rondje doen? Ja. Ik probeer wel dubbelkorrig. Dubbelkorrig. Netjes, jongen. Ik ben trots op je. Wat is Milko nou van plan? Ik had Milko trikken. Ik heb geen idee wat hij was. Het volgende onderdeel is blok, trampoline, airbag. Jawel, netjes. Netjes. Robin, wat ga jij doen? Sidefull. Die zit wel goed in bij hem, hè? Kan wel. Wat moet hij doen? Roll
Randy. Randy, en wat, hoeveel schroef is dat? 2,5. 2,5. Triple! Ja, door Adolf. Edolf. Hoe ver zou Robin komen? Ik denk 2. Ja, die ga jij niet halen. Hij gaat swing gainer doen. Hoe is ik daar? Oh, die deze hier. Hij moet het toch nog een keertje doen, hè? Ben je nou echt een freerunner? Oh, volgens mij had ik deze er niet op staan, want ik wist niet wat jullie gingen doen. Opnieuw! Nee. Oh. Ik wil nog raak stappen. Ja! Is ik, jullie zijn opeens gaan dol. Oh. Ah. Niks aan de hand. Je zou maar iemand vanaf daar gaan, iemand gaat vanaf daar en die andere gaat vanaf iedereen komen. Yes. Je kan er kijken of je het helemaal gaat halen. Het is wel een stunt. Ja. Netjes. Zijn jullie toch ook ergens goed voor? Yes. En we gaan door. Mirko, zo lijk je echt een turner. Die laatste was een kleine correctie, of niet? Ja, ik zag hem. Oké, maar heel even wachten. Hoeveel schroeven gaat Joni in deze serie doen? Schroeven? Ik denk dat hij er in totaal 4 doet. 8. 4,5. Ja, kom maar. Tel, hè. Half. 2. Hoeveel? 7. Als je die 4, dan denk ik nou echt heel slecht. 7. Mijn 4. Nee. Ja, ik zat ook op veel meer dan 4. Hoeveel schroeven heb je gedaan? Hij heeft 2 keer hoodie en 2 keer brownie. Ja, hij heeft ook een halve gedaan. Ja, 2 keer hoodie en 2 keer brownie. Nee, hoeveel schroeven heb je gedaan? We kunnen nog niet stellen hoeveel schroeven het waren. Oh, in 1 keer gestikt. In 1 keer. Netjes. Oh, die zag ik niet aankomen, vriend. Ja, ik wel. Ja, snap ik. Lijkt het altijd heel leuk, alle parken, allemaal verschillende dingen. Dit is wel heel mooi, die hoge blokken trampoline en dan zo'n obstakel. Daar kun je echt heel veel dingen mee doen. En je ziet ook dat er heel veel gebruik van gemaakt wordt. Netjes. Ik heb die kinderen uitgedaagd om het zand. Maar ik hoop niet dat ze doodgaan. We hadden net een hoog obstakel, maar ja, ook voor Robin hebben ze obstakels. Die zijn een stukje lager. Kom. Nou, op de hoge muur kon ik er precies op landen. Dus ik ben benieuwd of ik nu over dit lage muurtje eroverheen kan. Eroverheen? Ja. Ik zal zeggen wat er gaat gebeuren. Hij raakt hem net aan met zijn billen. In de muur, nou eroverheen. Wat zei ik? Ik ben gewoon paranormaal begaafd, serieus. Ik was wel echt bang voor mijn reet daar. Ik vroeg net aan Robin, zou het mogelijk kunnen zijn om vanaf je knieën een congainer te doen?
Jij gaat het proberen. Ja, of het haalbaar is. Zal ik jou eens zeggen? Ik denk dat dit nog makkelijker is dan van je voeten, want nu ga je schuin omhoog. Ja. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat die haalbaar is, hoor. Wow, ho, ho. Dat was wel schuin, dit. Woe. Weet je wat vet is? Ikke. Kom, ook. Maar dan kom ik net achter. Op dit dunne paaltje. Hij is wel iets verder naar achter, hè? Ja, daarom. Dat is vervelend. Oh, ho, ho. Ik had zo gelachen als Mirko Scheet had gelaten. Hè? We sluiten af met nog een paar tricks bij de High Performance. Robin, ja? Hoe zit jouw broekje? Kijk eens even naar mij. Kut. Draai eens om. Je hebt je broekje verkeerd om aan. Pit. Auw. Echt jongen, die man is gewoon niet normaal. Die gaat dus de hele dag zo, hè? Goed zo, je begint wakker te worden, hè? Ja, ik zie het. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Houdoe, bedankt.